Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het tweede deel hebben we weliswaar geen gast voor u in de studio, maar we brengen u de Corporate Identity Lounge van de eerste en grootste datacentra van Suriname, Datasur. Tijdens deze lounge hebben verschillende mensen presentaties gehouden en wij brengen u een presentatie van Dorek Lam Lakan, onze onderdirecteur van Technisch Onderdirectoraat van Telesur. En die heeft het gehad over de Suriname visie van Telesur en wat het telecommunicatiebedrijf allemaal gaat doen om deze visie te bereiken. Daarnaast brengen wij u ook een interview met de directeur van Datasur, Anfitram Lakan, en die vertelt over waarom zo'n Corporate Identity Lounge en wat de toekomstplannen allemaal zijn van de datacenter. Kijkt u mee. Dit is de Suriname visie. Samengesteld, Telesur visie dat we in 2016 hebben samengesteld. Dat secures the digital future. Waarbij we verschillende e-diensten hangen. En de basis van dit alles is de high broadband speed network. Het kan zijn iets draadloos of kabelinfrastructuur. Maar het heeft een hoge capaciteit. En hoe zien wij Telesur? Telesur is de enabler van deze diensten. We supporten, we enabelen ICT-bedrijven of diensten om verschillende diensten aan te bieden. Paymentdiensten, smart home, internet of things. Voor al die zaken heb je je infrastructuur nodig. Dus wat wij doen, behalve de infrastructuur, willen wij nu ook gaan focussen om partnerschappen te hebben met bedrijven om samen deze diensten te ontwikkelen. Want als je geen boost hebt of katalysator hebt hierin, zal het ook niet komen. Want bij de start-up, you need a lot of money. De investment ratio is high. Je gaat niet direct profit hebben. Op de long term heb je profit. Vandaar hebben we ook jaren geleden een visie gehad. We need to invest in a data center. We hebben Datasur daar geplaatst. En Datasur, wij Telesur hebben ook consequent onze apparatuur daar geplaatst. Ik kom straks later op een slide waar we ook zullen zien hoeveel traffic Datasur nu weg inhaalt van Telesur. Maar dit is onze e-Suriname visie, waarbij we sowieso de enabler willen zijn en daarvoor hebben we geïnvesteerd, voornamelijk om de infrastructuur te verbeteren. Daarmee zijn we gestart in 2017 met een TNPP-project. We hebben het genoemd een TNPP-programma, levig team, we hadden 13 projectteams, 4 supporting teams, 350 medewerkers. Allemaal 2 jaar lang bezig, gestart in 2017 en we zijn nu aan de eindfase. 20 december rond het project officieel af, waarbij we ruim $130 miljoen hebben geïnvesteerd in onze infrastructuur. Zowel mobiel als vast, waarbij we verschillende diensten hebben opgeleverd. Next. Wat hebben we toen gedaan? Even stil bij te staan. We hebben als eerst een evolutie gecreëerd in onze fixed access netwerk. We hebben onze koperkabelnetwerk dat we hadden verbeterd. We hebben geïnvesteerd in FTTC. Een FTTC-trial uitgevoerd in 2016. Een Doekie-project waarbij we alle klanten hebben overgezet op glasvezel. En van glasvezel naar de kast en van de kast naar de klanten de afstand van koper teruggebracht naar 800 meter. En we hebben VDSL-modems bij de klanten geplaatst, VDSL-2. En hiermee hebben we hogere speeds kunnen halen. We hebben speeds gehaald van 80 mbps, download en upload 40-50 mbps. Deze trial hebben we toen uitgebreid naar 20 andere locaties. Maar 20 locaties verspreid over heel Suriname. We hebben het getest in Nikeri, in Marowijne, Brokopondo, Wanica en delen van Paramaribo. Na deze 2 testen zijn we gestart met het project groter uit te rollen in het vorm van TNBP-project. Dat hebben we genoemd FTTC. Bij FTTC hebben we dan 253 van deze kasten uitgerold. In heel Paramaribo, Wanica en Nikeri. Komen we in ook. Wat did we do? We hebben 68.000 klanten gemigreerd. We hebben 68.000 klanten gemigreerd tussen oktober 2017 en juni 2018. En deze 68.000 klanten hadden vaker uitvallen, opkomen. En van deze 68.000 klanten hebben 56.000 klanten een ADSL-aansluiting. En van die 56.000 ADSL-aansluitingen hebben 32.000 klanten nu een speed van 10 of 20 mbps. Er is een gap daar.
Die gap heeft te maken met klanteducatie. Wat we merken is dat heel veel storingen bij klanten, 80% van zijn storingen hebben te maken met huisinstallatie. Waarbij alarminstallatie bijvoorbeeld niet goed gekoppeld is op de koperdraad, of de koperdraad is gaan oxideren, of de installatie is gewoon de plafond is 25 jaar oud, is gaan oxideren. Die zijn de meest voorkomende storingen. En die storingen proberen we nu te gaan verhelpen. En daar is de focus komend jaar van Telesur ook hierop. We hebben de infrastructuur veranderd, maar gaan we nu werken aan de klantzijde om de infrastructuur van de klantzijde ook te veranderen. Want als dat improve, dan heb je een betere service. Wat we daarna gedaan hebben, het project Starnet uitgevoerd, dat is nog steeds gaande. Dat zijn de moeilijkste projecten. Een voorbeeld is hoofdkantoor Telesur, Centrum 1. Met alle bedrijven aan de Maagdenstraat, Dominiestraat, Keizerstraat moeten migreren. Maar wanneer doen we dat? Zaterdag is je business affected. Zondag zijn ze ook open nu. Dus we moeten een goed moment kiezen waarbij alle bedrijven eens zijn welke periode we kat over gaan doen. En we praten niet over 1 of 2 bedrijven, we praten over 1500 bedrijven. En dat zijn we al een jaar bezig een afstemming te hebben. Het lukt niet. Dus we zullen binnenkort dat wel moeten doorhakken omdat we een auto-apparatuur moeten uitschakelen. Dat hebben we Starnet en daar hebben we FTTH. FTTH is glasvezel tot huis. We hebben 2 fases uitgevoerd. Fase 1 en fase 2. Wat we ook hebben nu, we hebben reeds nu fiber to the office en fiber to the business. 300 plus aansluitingen. We hebben bedrijven binnen Suriname die 1 gig internet afnemen. Bepaalde hebben 5 gig internet afgenomen bij Telesur. We hebben ook GovRed, waarbij we 90 plus, nu zit inmiddels 120 plus overheidslocaties via de fiber hebben connected in de GovCloud. Dus die verschillende infrastructuren die er zijn, zijn reeds aangelegd. Next. Dus in het kort, weet je misschien mensen die van cijfers houden. Wat hebben we gedaan in 2 jaar tijd? 2 jaar tijd hebben we 2500 kilometer glasvezel opgehangen. That's like 30 jaar werk doen in 2 jaar tijd. Met veel geld. Heel veel palen gehangen. Heel belangrijk in dit geheel was samenwerken met EBS. De aandeelhouder heeft het bij de staatsbrede even gezegd van werken jullie samen aan verbetering hiervan. En we hebben een heel goede samenwerking met EBS. En het hangen op de palen versnelt je snelheid met 7 malen. Waar je per dag 1200 meter tot 2 kilometer kan graven, hang je per dag 8 tot 9 kilometer. En dat heeft heel veel snelheid gebracht. En ook efficiëntie. Enige nadeel zijn de dagelijkse gebeurtenissen waarbij palen omver gereden worden. Daarom hebben we onze infrastructuur redundant moeten opzetten. Per dag hebben we gemiddeld 1 storing, 1 paal omver gereden. Op long term is dat een bad thing, omdat je kabel dan vaker damping gaat hebben, waardoor je service niveau omlaag gaat. Next. Om een beeld te laten geven. Dit is rood, geef aan FTTH fase 1 en wit geef aan FTTH fase 2. Beide fases zijn we reeds afgerond. En de gele balletjes geven aan de verschillende MSAN kasten of de kasten, fiber to the kast in Paramaribo en Wanica. Wat doen we nu? We hebben reeds gebieden opgeleverd in heel Noord, maar we zijn reeds gestart met klantaansluitingen. Met de klantaansluitingen moesten we ook onze aannemers, subcontractors, educaten. Want fiber is not a thing that they did daily. Dus we moesten eerst getraind worden in fiberstandaardisatie, aansluitingen. We hebben nu 7 aannemers die allemaal getraind zijn. En de doelstelling is om per dag 40 tot 60 aansluitingen te realiseren. We zijn gestart in oktober. We hebben tot vandaag ongeveer 1300 klanten reeds aangesloten. En als de trainingen volgende week afronden met de aannemers, moet dit aantal gaan verdubbelen. Onze target is next year 20.000 people on the fiber network te hebben. Een ander beeld. Hallo? Ja. We zien heel veel potentie in Wanica. Als we kijken naar Paramaribo, is Paramaribo like overcrowded. Maar alle grote projecten die men uitvoert nu op verkavelingsprojecten of weet je, uitbreidingen, civiel technische projecten in Wanica. We zien het ook in onze traffic maps. In onze traffic maps zien we ook de meeste traffic dat vroeger gestationeerd was in Noord, Paramaribo Noord,
is verschoven naar, was verschoven naar Latour. Van Latour is het verschoven richting Wanica. Maar echt gebieden die niet zo denken. Gebied Khorasan. Dat heeft like the highest data usage in Suriname. Daar in Khorasan was dat dus 16.000 mensen, highest data usage. Waar wij altijd dachten, dorp, weet je, die kant zou het drukker zijn. Khorasan is het drukker. Dus zo richten we onze infrastructuur nu ook in. We zijn bezig met intelligence en dynamic network designs. Next. En het is gewoon even een plaatje wat in Kommerwijn ook gedaan is, waar fiber to the home uitgerold is. Wat we ook gedaan hebben, we hebben heel veel gebieden meegenomen waar er geen infrastructuur is. Dit zijn ook niet alle gebieden. Dit is onze phase 1. Phase 1 hebben we afgerond in 17 tot en met 19. 2020 zullen we focussen om klanten te blijven aansluiten. Waarbij we vanaf 2021 weer starten met kleine uitbreidingen waar het nog niet uitgebreid is geworden. Of klanten zijn overgenomen. We hebben 2G. 2G al geruime tijd. We hebben 2G afgebouwd. Grote getallen afgebouwd in 2019. We hebben meer 3G-cellen in ons netwerk en 4G-cellen. En 5G is nu ook uitgerold. De focus is dat we 2G op termijn, zeg binnen 2-3 jaar, afbouwen. Waarom hebben we 2G aangelaten? De meeste postapparaten maken nog steeds gebruik van GPRS-data. That's why we didn't close it. Maar we zijn ook bezig met, we hebben B-Net en andere verschillende bedrijven geïnformeerd, richting postapparatuur te gaan van 3G of LTE. 2G is like out of date. 2G is heel efficiënt met voice, maar data is het inefficiënt. Terwijl 3G efficiënt is met data, maar niet zo efficiënt als 4G. Omdat we 4G nu veel meer investeren in 4G, maar 4G vereist ook dat je consumerzijde ook gaat veranderen. Uit de laatste scan, dat verricht is in augustus, hebben we op ons netwerk 2,4% 2G-only toestellen. Grootste deel, zeg 80, bijna 90%, is 3G. En daarboven heb je nog een percentage, dat zijn van unknown type. Dat zijn meer van die, weet je, die Chinese brands-achtige toestellen die nergens voorkomen in de database van GSMA-tak. Dus dat gedeelte is een unknown gedeelte nog. Maar wat we deden 5G. 5G hebben we, als ik exact moet zeggen welke datum was het. Maandag was 25, dus die donderdag ervoor. 20 november hebben we 5G geland, on air gebracht. Dat is op Ballona. Onze eerste speedtesten. We hebben onze 5G mensen echt onder stress gezet. They got the project approval in augustus. Contract negotiation, alles afgerond in september. En de eerste site speelde in november. Terwijl de execution time was van 6 maanden, hebben ze gedrukt om binnen 1,5 maand af zover te krijgen. We hebben 6-7 sites nu live. De doelstelling is om heel downtown Paramaribo dat uit te rollen. Next. Nog een klik. Om dit alles, we hebben gesproken over het fixed broadband netwerk wat veranderd hebben, het wireless broadband netwerk wat veranderd hebben, heb je een goede backbone netwerk nodig, een goede ruggengraat. Dat hebben we in 2019 ook verbeterd. Maar in principe hadden we sinds 2017 al geïnvesteerd in, waarbij we van oost naar west, van Albina naar Kasavaweg, Nikeri, 4 maal meer capaciteit hebben dan 2017. We praten in Suriname niet meer over een 10 gig of 20 gig. Ons netwerk kan nu aan en maal 100 gig netwerk. We hebben hetzelfde geïmplementeerd op ons SGS-systeem richting Trinidad, waar we N times 100 gig aan kunnen. Idem richting de andere glasvezels dat we aandeelhouder zijn, de Amerika's 2. We invested a lot. We zien ook de profitability hiervan. Eén simpel ding is dat we hier zijn gestart deze maand is, nee, vorige maand, november, met TV-stations. We hebben verschillende TV-stations. Ze maakten gebruik allemaal van heel wat van die analoge technologieën voor videotransport vanuit Paramaribo naar de districten. En we zijn nu met ze bezig over te stappen naar full IP. Maak gebruik van onze high transport network en waardoor de videokwaliteit beter wordt. Vele stations richting Nikeri en Marowijn hebben dat reeds gedaan.
Onze eigen tv-station ATV hebben reeds full IP op dit netwerk, waardoor we een betere kwaliteit hebben. Next. We spoke about connectivity. Kijk, connectivity, wat ik eerder zei, is de basis. Dat is de basis voor alles. Als je een fintech-industrie wil doen, als je een ICT-industrie wil opzetten, you need the broadband connectivity there. Dat hebben we geplaatst. Maar wat doen we beyond connectivity? We hebben improved mobile service. Suriname is nu gepositioneerd op de 40ste plek van Ookla Speedtest. We zijn number one in Latin America. We hadden het zelf niet eens gedacht toen we het project deden. Onze doelstelling was, we gaan rond de 20 Mbps halen van onze klanten. En we blijven in de middenmoot van de hele wereld. We zijn nu in de top 40 beland. En dat is het magnifieke van, denk ik, echt voor ons land. Ons bedrijf dat we dat gedaan hebben, is dat very magnificent. Wat we gedaan hebben met mobile, we're going to do with the same with fix. En daarom dat we nu voor volgend jaar, voor volgend jaar hebben we onze hele bedrijf en strategie voor volgend jaar zodanig ingericht dat we willen focussen op fix connection, onze home connects te verbeteren. Klanten klagen veel als je op Facebook als een post plaatsen van 5G-vers in de Caribbean. Alle comments, your fix sucks. We know it en we gaan eraan werken. Dan moet je eerder zeggen van, je moet transparant zijn als je iets weet, acknowledge. We acknowledge it sucks. That's why we're working on it. En daarom hebben we de business community ook nodig. Want vrijdag launchen we ons 5G-netwerk hier. Same place. Waarbij we met de business community samen gaan moeten werken. 5G is not for consumer. Klanten gaan met 5G niets bereiken. Een 1 gigabit toestel hebben heeft geen meerwaarde meer voor een klant. Met LTE, met een 40-50 Mbps, you're like satisfied. Een video, 4K video met 40 MB of 1 gig, geen verschil visueel te merken. Waarvoor is 5G? 5G is meer voor de business community. De IoT-diensten, de security, de fintech, die type bedrijven. En voor die type bedrijven gaan we sowieso een demo maanden inlassen, waarbij we free of charge van het netwerk gebruik maken. Laten we ons in ons eigen land innoveren. Laten we eigen diensten ontwikkelen, IoT-diensten, security-diensten. Al die zaken daarop gaan concentreren. Want dan pas gaat 5G gaan leven. Daarom doen we ook 5G. We doen 5G eerder dan normaal, want we waren altijd not the first to launch a network. Maar nu zijn we wel the first to launch 5G in the Caribbean, omdat we daarop willen voortborduren. Het is ook goed om groot te denken, groot te dromen, maar ook direct mee te nemen. Als we als land willen gaan veranderen. We zeggen gewoon, er kan straks een olifant zijn voor de kust, waarbij weet je, een hele industriële revolutie teweeg komt. Then you need this latency. Waarom is 5G important? 5G is important because of the latency. Je hebt een latency van 1 milliseconde. Als een hartchirurg van afstand zijn robot beweegt, moet die robot 1 milliseconde later zelf de beweging kunnen doen. That's why 5G is so important in the world. En daarop gaan wij ook focussen. En daarom willen we ook samen met de business community. Wij alleen gaan het niet kunnen doen. Dan hebben we onze E3-namen-strategie ook, waarbij we de enabler worden. We zijn niet meer de kabelboer of de belminutenboer. We willen gaan in de E3-name, in de e-content services gaan zitten. Last slide, next slide. Nog een klik, yes. Enige data. Dit is wat we gezien hebben sinds launch van mobiel in Suriname. 3G. 3G mobiel data zien we een drastische groei in mobile data usage. We zien een year-on-year growth van 25%. En met LTE in 2019, we passen 25%. We zijn richting 40%. What about as of next year, full 5G netwerk accessible hebben voor business communities en consumers? Dus zien we op een moment, data is getting higher rankings. Als we ook kijken naar onze aantal unieke klanten die vaker op internet nu activeren, neemt het drastisch toe. Omdat het netwerk accessible is geworden. You just need to have your data plan, buy it en ben je online. Next. En dat zien we ook op onze internet usage. Nog een klik. Dit is onze totale bandbreedte als we land gebruiken. Nee, nog één slide terug. Eén klik terug.
Januari 2017 zaten we op rond de 25 gig. En maart dit jaar zaten we rond de 60 gig. Total throughput. Maar de helft van dit alles cash lokaal samen met DataZuur. Dus wat echt naar buiten gaat is minder dan 50%. Meer dan 50% wordt lokaal gecashed. We hebben samenwerkingsovereenkomsten met verschillende bedrijven. We hebben NDI's, ik kan die namen niet noemen. Maar sowieso samenwerken met DataZuur, daar waar ze gecashed worden, we hosten we meer dan 50% lokaal traffic. Next. Om dit te vergelijken met Curaçao. Curaçao heeft een Amex exchange daar met hun usage. We zitten volgens mij hoeveel maal groter dan hun? 3 maal. Zij hebben 20 gig, we hebben 60 gig. Maar onze populatie is stukken kleiner dan al die landen die daar zijn aangesloten. Er was een vergelijking dat Huawei gedaan had voor ons. Trinidad en Suriname. MB usage per inwoner. Bleek dat wij gemiddeld 3 maal meer data verbruiken dan Trinidianen. Maar dat is ook gebleken bij Facebook. Als je kijkt naar Facebook stats, we zijn een van de meest actieve landen of consumenten op Facebook. Dus Surinamers zijn data-driven, ze houden van data. En daarom raak hun bucket vaker op. Maar that's it. Next. Thank you guys, dat was van mijn zijde. Meneer Ramlakan, DataZuur heeft vandaag een Customer Appreciation Day. Waarom hebben jullie dit evenement georganiseerd? Nou, de Customer Appreciation Day of event is eigenlijk sowieso gefocust op de klanten. Het is meer een teken van waardering en teken van dankbaarheid voor alle klanten die de afgelopen jaar diensten hebben afgenomen voor ons. Behalve dat hebben we ook de bestaande klanten, ook behalve hun de toekomstige klanten uitgenodigd. Waarbij ze dan meer kunnen weten over DataZuur en wat DataZuur zal betekenen voor hun in de toekomst. En ja, mensen zullen denken, DataZuur. Wat is eigenlijk DataZuur? Wat is de identiteit van DataZuur? Nou, DataZuur is de eerste, de grootste en de enigste echte datacenter in Suriname. DataZuur is opgericht op 5 juni 2014. Dat is nu 5 jaar geleden, waarbij de primaire focus gelegd was op het lokaal kunnen opslaan van data. Nou, dat is door de jaren heen gaan veranderen, want we zitten in een branche, een ICT-branche, waar disruptiveness en innovatie heel centraal staan. Door de jaren heen zijn we van infrastructure as a service, dat zijn dan letterlijk de datacenter services, de overstap aan het maken naar software as a service of platform as a service. Het zijn dan 2 technische termen, maar makkelijk uitgelegd zijn er dan de cloud diensten, waar wij met DataZuur dan de dienstverlening willen gaan verbeteren. En men zou zich afvragen, waarom is er eigenlijk een datacenter in Suriname? Nou, een datacenter is heel erg belangrijk voor elk bedrijfsvoering, ongeacht het wel of niet de ICT-branche is. Aangezien er gelet wordt op veiligheid van data, want je wilt dat hebben dat je data lokaal wordt opgeslagen, dat hij betrouwbaar is, dat hij altijd volledig is en tijdig beschikbaar is voor u als klant. Als je je even voorstelt, is dat als je je data in het buitenland opslaat, dat betekent dus dat je data niet veilig opgeslagen is daar. DataZuur is ISO 27001 gecertificeerd. Dat geeft aan dus dat we op securitygebied eigenlijk de beste partners zijn voor alle andere ICT-bedrijven in Suriname. En tipje van de ijsbeek, wat is de relatie tussen DataZuur en TeleZuur? DataZuur is 100% dochter onderneming van TeleZuur, dus dat betekent dat TeleZuur de volle aandeelhouder is daarbij. Oké, en wat is de positie van DataZuur binnen de regio? Nou, DataZuur is sowieso een tier 3, international wise gecertificeerd. Dat geeft aan dus dat we qua bouw, qua certificeringen, maar ook qua availability, retainability, kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid, al die verschillende aspecten die komen kijken bij een datacenter, dat we niet onderdoen in vergelijking met de regio. Behalve dat hebben we dan ook een hele sterke klantportfolio, product portfolio en een service portfolio. Deze 3 termen noem ik in deze volgorde aangezien zij de prioriteitsgebieden van ons zullen zijn het komend jaar, waar we dan willen werken naar een excellent customer seamless experience. DataZuur heeft een paar maanden terug zijn eerste lustrum gevierd. En hoe zien de toekomstbelletjes eruit voor DataZuur? Nou, de toekomstbelletjes zien er uiteraard
uit in het steeds verbeteren van de dienstverlening, het steeds meer vergaren van meer klanten, maar uiteindelijk werkende aan de digitale ontwikkeling van Suriname. Dat is dan een e-Suriname, waar je dan verschillende e-services hebt. Daar als fundament is DataSure dan een van de basis stakeholders die je niet kan wegdenken en niet kan vergeten, want kwaliteit, veiligheid, dat zijn allemaal aspecten van DataSure. Dat betekent dat we middels ICT partnerships, trusted ICT partnerships, dan veel meer kunnen gaan betekenen voor de ontwikkeling van de ICT sector in Suriname. Je gaf daarnet ook aan, een datacenter is er om je data veilig te stellen, zodat het op een secured place is, maar de klanten die jullie hebben, hoe makkelijk is het om hun data weer te accessen? Ja. Daar is er sowieso geen access policies voor, dus je toegangsvereisten. En je kunt gewoon te alle tijden uw informatie dat bij DataSphere wordt opgeslagen, te alle tijden vergaren. En er zijn daar ook meerdere locaties waar de data wordt opgeslagen. Dus in case je uw data verliest, is er nog altijd een backup locatie waar dan de data is opgeslagen en beschikbaar gesteld kan worden voor de gebruiker. Dus sowieso, mensen hoeven niet bang te zijn dat hun data verloren gaat? Helemaal niet, helemaal niet. Ik zal maar zeggen, succes, gefeliciteerd en we kijken meer uit wat DataSure allemaal in het verschiet heeft. Hartelijk bedankt, Sifra. Ja, kijkers, met de toekomstplannen van DataSure die u allemaal heeft gehoord van de directeur Anfi Tramlakan, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u Kala Boetius in gesprek met Rosita Leeflang. Zij hadden het over de Abigi Fesayari Poku van Lieve Higo, of de liederen van Lieve Higo althans. En mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is om 8:00 vanavond op 12.2. Tot de volgende keer en volgende week voor een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.